Gewaardeerde jury, bent u er klaar voor? Jazeker, ik ga mijn best doen. Dat mag ik aannemen, ja. Kom even mee. Ja. We gaan deze wandeling maken. We gaan over de hoofden gaan we de zaal inpraten. Tenminste, we, jij, u. We beginnen bij de laatste spreker. Aan u de recensie. Moet u de aantekening nog erbij pakken? Of? Misschien wel bij één iemand, omdat ik die heel exact wil formuleren. Citeren. En dat is niet bij deze meneer? Dat is niet bij deze meneer. Thijs Niemans vriend, kom erin. Want als het gaat om Thijs, moet ik zeggen, kijk, hij had gekozen als thema SGP. Maar waar het eigenlijk bij hem om ging, was humor. En ik mocht aanwezig zijn. We hadden het er net even over bij het SGP-congres. En inderdaad, ook bij de SGP komt humor voor, net als bij de VVD. En het is ontzettend belangrijk om in de politiek niet de hele dag gebukt te gaan onder al het leed wat in de wereld aanwezig is. Daar moet je wel terdege bewust van zijn. En je moet elke dag weer aan de slag om dat leed uit die wereld te halen. Maar als je er de hele dag onder gebukt gaat, is het tamelijk ingewikkeld. En ik vond dat Thijs dat op een aardige manier wist te beschrijven. Aan de hand dan van voorbeelden van de SGP. Een volgende keer aan de hand van het voorbeeld van de VVD. Want dan sla ik het bruggetje, als het mag, naar de andere twee. Want die hadden het eigenlijk met name over de VVD. Ik heb gehoord dat u in de afrondende fase zit als het om Thijs Niemans verdriet gaat. Ja, want ik mag nog niet zeggen wat ik vind uiteindelijk. Dus ik beschrijf even hoe ik Thijs heb geobserveerd. Hij had het over de SGP, maar maakte het een verhaal waarin hij eigenlijk de inhoudelijke boodschap, zo kwam dat op mij over, humor neerlegde. Daar herkende ik mij heel erg in. Dat vind ik dus ook een goede analyse. Want dat is ontzettend belangrijk in de politiek. We zijn heel goed. Dames en heren, dus de SGP is geestig, maar de VVD is echt nog Thijs Niemans verdriet. Dankjewel, Thijs Niemans verdriet, dames en heren. Dankjewel. Avinash Biki. Ja, wat ik zo ontzettend knap vond, bijna ontroerend, of eigenlijk zoet vond, en dan moet ik hem erbij pakken. Dat op enig moment werd de zin uitgesproken, en dat is dan een journalist. Hè? En ik kijk als politicus, ben ik af en toe best wel een beetje zenuwachtig over journalisten. Want je weet namelijk niet precies welke vraag er gesteld gaat worden. Natuurlijk, je bereidt je voor, maar er staat ook een camera bij, en je weet niet wat er precies uitgeknipt wordt, et cetera. Maar als je nu ook nog gaat zeggen met alle respect, dan weten we dat er vuurwerk gaat komen. Maar dan deze journalist, en dat geeft dan ook weer blijk dat we uiteindelijk toch allemaal weer mensen zijn en hard bezig zijn om ons werk gewoon goed te doen. Deze journalist die durft dan te zeggen, hoe moet je dan verder als journalist? En dat vond ik gewoon een hele ontroerende opmerking. Dat er dus een journalist is die gewoon zijn eigen kwetsbaarheid ten overstaan van dit hele publiek en ook ten overstaan van een aantal politici durft te laten blijken. Dat vind ik een pluim waard. U bent een leergerig type. Had u daar iets van? Daar kan ik ook wat mee? Nou, ik realiseer mij dus nu dat je soms ook journalisten, en dat is op zichzelf... Dat het ook mensen zijn. Nee, dat. Maar geeft het ook wel een plezierig gevoel, om het me zo te stellen, dat ook journalisten soms wel in vertwijfeling dan achterblijven. Van wat is er nou precies gezegd? Wat moet ik hier nou mee? Hoe moet ik dat in een context... En als je dat natuurlijk goed en krachtig blijft herhalen, dan kan zo'n journalist er ook niks uitknippen. En dan laat hij het nog zien ook. Dames en heren, Avinash Biki, dankjewel. We zijn er bijna. Nienke de Zoete. Ja, wat bij Nienke de Zoete natuurlijk wel knap is dat zij één onderwerp wel ongelooflijk veelomvattend laat uitwaaien. Want heel veel partijen kwamen voorbij. De SGP geloof ik dan net niet. Maar de meeste partijen kwamen ook bij Nienke voorbij. Wist zij volle aandacht te geven. Veel werd er gesproken over Rutte. Natuurlijk, dat haal ik er dan uit in positieve zin. Dus dat benadruk ik dan ook hier nog een keer. Ik begrijp dat alleen ik nu wat mag zeggen. Dus dat is... Nee, daar heb ik geen idee van trouwens. Maar... Nou ja, dat heb ik uit dat vorige filmpje wat ik op YouTube heb gekeken. Dus daar hou ik me dan nu maar even stevig aan vast. Dus dat vind ik dan positief daaruit. En wat ik wel merkte aan Nienke is dat zij natuurlijk ook wel over heel veel ervaring beschikt. En niet te beroerd is om de collega's ook af en toe mee te nemen in datgene wat zij al in haar uitgebreide carrière heeft meegemaakt. Zal gaan meemaken hoe ze daar tegenaan kijkt. En uiteindelijk, dat zal natuurlijk vele journalisten ook aanspreken, komt zij ook op voor, voor haar eigen positie. Want ze zegt, ja, ik wil eigenlijk vaker ingehuurd worden, want ik kan stevige en pittige vragen stellen. Dat begreep ik in ieder geval wel uit één opmerking die zo tussen de regels door werd gesteld. En bescheidenheid is het is goed om bescheiden te zijn, maar je mag ook af en toe voor jezelf opkomen. Dat heb je heel goed gedaan. We hebben bij de NOS nog vaste banen, hoor. Misschien dat VVD iets anders wil, maar ik heb gewoon... Wacht u even op de juryuitslag, mevrouw Zoete. Wacht u even. Dit is het moment. Ik moet wel zeggen, ik heb echt geen idee waar je nu naartoe gaat. Dus qua spanningsopbouw heb ik het dan over, is het sowieso gestaan. Dus houd deze vast. Ga achterlangs. En dit is het moment dat u allemaal uw telefoon even erbij pakt. Even wachten dus nu. Ja, doet u dat maar nu. Kom, het publiek niet zo ingewikkeld. Hupsakee, telefoons erbij.
Hashtag politieke junkies. En ik ga dus maar één vraag stellen, dames en heren. Politieke junkie, januari 2017 is geworden... Avinash Biki! Blijft u er even achter staan, even erachter staan. Ja, we hebben een foto. Ja, oké. Okay. Heel goed. Mevrouw van Oosten heeft hem ook... ja, oké, okay, heel goed. Gaat u, dames en heren, ons jurylid Fort van Oosten, dankjewel. Dankjewel.